Goedendag en welkom. Mijn naam is Katrien, ik ben medewerker bij AGODI, het Agentschap voor Onderwijsdiensten. En ik neem jullie in dit filmpje heel graag even mee doorheen de berichten- en documentenfunctie in mijn onderwijs voor directies en administraties. Voor we van start gaan, eerst nog even dit. In het verleden en vandaag wisselde AGODI en de scholen heel veel persoonsgebonden informatie met elkaar uit over zowel leerlingen als over personeelsleden. Dat gebeurde vooral via e-mail in het verleden, maar dat is geen veilig kanaal. We moesten dus een andere manier vinden van communiceren en dat is mijn onderwijs voor directies en administraties geworden. Het voordeel is dat dit een reeds gekend kanaal is, waar er al gebruikersrechten zijn toegekend. En het is ook vooral een beveiligd kanaal waar iedereen die daarop werkt via It's.me of een andere token gaat inloggen. De gebruikersrechten die scholen in het verleden al hebben toegekend aan schoolmedewerkers en andere medewerkers voor het gebruik van documenten, die gebruikersrechten die werden overgenomen voor de berichtenfunctie. Het is zo dat op dit moment de berichtenfunctie enkel nog maar voor scholen beschikbaar is, maar in de toekomst zal dat ook het geval zijn voor andere instellingen. Welke gebruikersrechten heb je nu nodig? Iedereen die met AGODI communiceert, heeft toegang nodig tot mijn onderwijs. Dat betekent dat je een minimaal recht algemeen hebt, dat eigenlijk volstaat om te kunnen berichten heen en weer sturen met AGODI. Het recht algemeen geeft je toegang tot een aantal heel algemene documenten, maar geeft je bijvoorbeeld geen toegang tot specifieke persoonsgebonden informatie. Maar dat laat je wel toe om te communiceren. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te gaan kijken naar de gebruikersrechten en waar dat die niet wenselijk zijn of niet meer nodig zijn om die in te perken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde medewerker niet meer op je school werkt en toch nog rechten heeft. Ga zeker eens kijken of dat het geval is en ga die rechten inperken of verwijder deze persoon dan volledig uit mijn onderwijs voor jouw school. Doe de oefening en bekijk wie er berichten moet krijgen, bijvoorbeeld over personeelsleden. Wie moet die persoonsgebonden documenten over personeelsleden of over leerlingen kunnen raadplegen? Wie moet die persoonsgebonden berichten kunnen lezen in jouw administratie? En het is belangrijk dat die personen ook de nodige rechten daartoe krijgen. Wil je zicht krijgen op de totaliteit van alle rechten die er zijn, dan kun je gaan kijken in mijn onderwijs zelf. Of je kunt ook op de helpdesk van de website gaan kijken, de helpdesk Mijn Onderwijs, waar je dit overzicht vindt van verschillende soorten rechten. Heb je bijvoorbeeld vooral informatie die je uitwisselt over de structuur en organisatie van je school, dan heb je het recht structuur en organisatie nodig. Ga je over leerlingen communiceren, heb je het recht leerlingen nodig. Bijvoorbeeld omkadering, daar moet je het recht omkadering en toelagen toegewezen krijgen. Dus helemaal aan de rechterkant zie je de gebruikersrechten die er zijn en die je eventueel kunt nodig hebben om met AGODI te kunnen communiceren. Na het bekijken van dit filmpje zouden we graag hebben dat je een aantal stappen neemt om volledig van start te kunnen gaan met mijn onderwijs. Een eerste stap is om in te loggen, daar gaan we zo meteen eventjes dieper op in. En een tweede stap vragen we om in je profiel, in mijn profiel, de attenderingen in te stellen voor de documenten die je wenst te ontvangen. Controleer daar zeker of je e-mailadres ingevuld staat en of het correct is. En je kunt in een volgende stap ook in de berichtenfunctie je attenderingen voor berichten gaan specifieren. We komen daar straks ook nog even op terug. Maar een eerste stap is dus om in te loggen. Daarvoor ga je naar de website Mijn Onderwijs voor Directies en Administraties. En daar zie je in het groene vakje Meld je aan staan. Klik daarop en dan kom je op een pagina waar je kunt inloggen via It's.me, via de e-ID, een token of een andere modaliteit. We geven daar de tip bij, stel vooraf verschillende modaliteiten in, niet alleen voor deze website, maar ook voor andere websites. Als dan een van die modaliteiten tijdelijk uitvalt, kun je nog altijd terecht op je applicaties. Is dat gelukt? Dan kom je op deze
startpagina terecht. Is dat nog niet gelukt, dan kan het zijn dat je nog geen toegang hebt tot mijn onderwijs voor directies en administraties. En dan is het belangrijk dat je je richt tot de portaalbeheerder van jouw school. De portaalbeheerder is iemand die je toegang en rechten kan geven in mijn onderwijs. Standaard is dat de directeur die deze rol krijgt, maar de directeur kan deze rol ook met anderen delen. Dus je kan best met de directeur eventjes contact nemen. Moest het zijn dat de portaalbeheerder zelf zijn weg nog moet zoeken in dit verhaal, dan kun je hem of haar ook doorverwijzen naar de helpdesk van mijn onderwijs, waar er een hele handleiding is uitgeschreven. Deze pagina vind je hieronder. In het geel omringd zie je de helpdeskpagina en als je daarop klikt, dan zie je aan de rechterkant van deze slide wat er dan oppopt. Eigenlijk is dat een overzicht van alle mogelijke vragen en antwoorden over mijn onderwijs. Wil je specifiek naar de sectie over de berichtenfunctie, dan kun je bovenaan klikken op berichten en documenten uitwisselen met Agodi. De portaalbeheerder van je school helemaal geen toegang krijgt tot mijn onderwijs, dan kan hij of zij contact nemen met 1700. Dat is een telefoonnummer, maar er is ook een chatfunctie en de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Zij helpen je dan doorheen het gebruikersbeheer van mijn onderwijs. Als er andere problemen zijn die je ervaart, dan kun je als school die een relatiebeheerder heeft, de relatiebeheerder contacteren of je kan een thematisch bericht sturen via mijn onderwijs. Zo, nu ben je klaar om naar mijn profiel te gaan. Hier zie je rechtsbovenaan op mijn scherm het vakje Mijn profiel staan. Als je daarop klikt, dan kom je op deze pagina terecht. Bovenaan zie je persoonlijke instellingen staan, het e-mailadres dat je kan invullen als dat nog niet het geval is of eventueel aanpassen moest daar een fout in staan. Daaronder zie je de mogelijkheid om je attenderingen voor documenten aan of uit te zetten. En je kunt ook de frequentie waarmee dat gebeurt gaan aanpassen. Belangrijk is dat je op deze pagina ook kunt zien op welke thema's je gebruikersrechten hebt. Dus in de matrix onderaan kun je zien per thema, als daar een vinkje staat, dan heb je een gebruikersrecht op dit thema. Eens dat gebeurd is, dan heb je voor documenten ingesteld dat je bepaalde attenderingsmails wilt ontvangen. Je kan dit ook doen bij berichten. Dus dat is een derde stap. Ga naar berichten. Hier bovenaan op het scherm in het geel. En dan kun je ook rechtsbovenaan klikken op je naam. Daar verschijnt ook een profielfunctie. En een keer dat je daarop geklikt hebt, dan kun je hier aanduiden voor welke type van berichten je een attendering wenst te ontvangen. Stel dat je geen attenderingsmail ontvangt, dan is het goed om even te checken of je e-mailadres juist staat en of de berichten niet in je spam zijn terechtgekomen. Opnieuw, als dat niet lukt, dan kun je een bericht sturen via mijn onderwijs naar ofwel de relatiebeheerder als je die hebt, of via het thema toegangs- en gebruikersrechten in een thematisch bericht. Dan gaan we nu over naar het versturen en ontvangen van documenten. Om documenten te versturen, dan kun je bovenaan klikken in de balk op documenten. Als je daarop klikt, dan verschijnt dit scherm. Stuur een document. Vind je op twee plekken, bovenaan in de balk of in de tab. Als je klikt op het drop-down menu bij documenten, daar heb je verschillende opties. Je hebt de optie verstuurd door de overheid. Daar zie je alle documenten die verstuurd zijn vanuit Agodi of vanuit een andere entiteit van de Vlaamse overheid naar jouw school. Je ziet ook staan verstuurd door de instelling. Dat zijn de documenten die jij zelf of die een collega van je school verstuurd heeft naar Agodi of naar een andere entiteit van de Vlaamse overheid. En je hebt ook de optie verstuur een document om uiteraard zelf een document te versturen.
Het is zo dat naar gelang de gebruikersrechten die je hebt, je verschillende types van documenten wel of niet zult kunnen zien en wel of niet zult kunnen versturen. Ik heb geklikt op document versturen, dan verschijnt dit scherm. Je vult eerst je instelling in. Het kan zijn dat je voor verschillende instellingen werkt, dan kun je dit hierin aanduiden. Je kiest het formulier dat je wilt versturen. Er zijn verschillende types van formulieren, bijvoorbeeld waar pers voor staat, dat zijn personeelsdocumenten. En ook het schooljaar staat aangeduid, standaard dat op het huidige schooljaar. En je kunt hier klikken op een bijlage toevoegen. We vragen om voor personeelsdocumenten om ook altijd het stamboeknummer mee op te geven, omdat het iets gemakkelijker is om zaken op te zoeken voor u. Heb je geklikt op documenten verstuurd door de overheid, dan verschijnt dit scherm. Je ziet aan de rechterkant een overzicht van alle documenten die verstuurd zijn door Agodi of door andere entiteiten van het ministerie voor Onderwijs en Vorming. Je kan aan de linkerkant van het scherm filteren. Dat kan bijvoorbeeld op schooljaar, dat is een handige filter. Maar je kan ook op thema filteren of op instelling als je rechten hebt op verschillende instellingen. Handig is ook om gebruik te maken van de zoekfunctie. Daar zie je onder filter een zoekbalk staan. Je kunt daar je zoektermen gaan ingeven. En voor al deze documenten kun je dus een attenderingsmail ontvangen. Vervolgens gaan we even kijken hoe je berichten stuurt en ontvangt met Agodi. Je klikt daarvoor bovenaan op de balk op berichten. En dan verschijnt naar analogie met wat er gebeurt bij documenten de mogelijkheid om ofwel via de tab ofwel via het icoontje een bericht te gaan versturen. Als je klikt op bericht versturen, dan verschijnt dit scherm. Je kunt hier aanduiden voor welke school je een bericht wil sturen. Meestal zal hier één school staan, maar het kan zijn dat je voor verschillende scholen te werk gesteld bent of op verschillende scholen rechten hebt. Dan moet je hier eerst eventjes je school selecteren. Op het volgende scherm zul je verschillende contactmogelijkheden zien staan. Dit scherm verschilt naar gelang of je school wel of geen relatiebeheerder heeft op dit moment. Scholen met een relatiebeheerder, die zullen de relatiebeheerder bovenaan zien staan op hun scherm. Scholen zonder een relatiebeheerder zien geen relatiebeheerder staan, maar de dossierspecialisten leerlingen, dat is de voormalige verificateur, de dossierspecialist personeel, dat zijn de mensen van de werkstations, die heten nu TOPS, dat zijn team onderwijspersoneel. En je ziet ook de mogelijkheid om een thematisch bericht te gaan versturen. Ik wil een bericht versturen naar mijn dossierspecialist leerlingen. Ik klikte als contactpersoon dossierspecialist leerlingen aan op het vorige scherm en dan krijg ik dit te zien. Je hebt hier de mogelijkheid om bovenaan verdeling aan te duiden. Dat zijn verschillende mogelijke thema's. Je kan een onderwerp invullen en een beschrijving toevoegen. Voor welke thema's kun je nu een bericht sturen naar de dossierspecialisten leerlingen en de dossierspecialisten personeel? Deze hebben we samengevat op deze slide. Links zie je alle thema's waar je vraag mogelijk toe behoort bij de dossierspecialist leerlingen. En rechts zie je alle mogelijke thema's voor een dossierspecialist personeel. Als je een bericht wil sturen over een ander thema, dan hangt het ervan af of je school wel of geen relatiebeheerder heeft. Heeft je school een relatiebeheerder? Kijk dan eerst even of je het thema van je vraag terugvindt bij de relatiebeheerder. Als je daar het thema niet vindt, dan kun je via de thematische berichten toch je vraag kwijt. Heeft je school geen relatiebeheerder, dan kun je rechtstreeks bij de thematische berichten terecht. Daar zien we een heleboel meer thema's en je vraag kun je sowieso ergens kwijt. Als je school geen relatiebeheerder heeft, dan zie je deze thema's verschijnen. Heeft je school wel een relatiebeheerder, dan zie je diezelfde thema's terugkomen, maar zie je dat deze verdeeld zijn over de relatiebeheerder en over andere thematische vragen. Hoe rond je nu een bericht af en hoe verstuur je een bericht?
Er zijn twee verplichte velden. De verdeling, dat is het thema waaronder je vraag valt, en de beschrijving. In de beschrijving moet je minstens 3 karakters invullen om het te kunnen versturen. En er is ook de optie om je bericht als een privébericht te versturen. Vink je de optie van privébericht aan, dan gaat jouw conversatie met Agodi enkel voor jezelf en voor Agodi zichtbaar zijn en je kunt eventueel in een volgend scherm je bericht ook nog delen met een specifieke persoon van je school. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een heel gevoelig bericht wilt versturen met Agodi, maar dat je ook wil dat de directeur daarvan op de hoogte is, dan kun je privébericht aanvinken en in een volgend scherm ook delen met de directeur. Als je de optie privébericht uitgevinkt laat staan, dan kan iedereen die rechten heeft op dat thema mee het bericht lezen. Wil je weten wie dat allemaal zijn, dan kun je klikken bij open overzicht. Dan kun je zien wie er allemaal jouw bericht kan meelezen. Dit is het volgende scherm waar ik het daarnet over had. Hier kun je aanduiden met wie je jouw bericht nog wil delen. Stel, je stuurt een bericht uit en je weet, ik ben de komende periode een aantal dagen afwezig en ik wil dat een collega het dossier mee opvolgt of overneemt van mij, dan is het zinvol om je bericht al meteen te delen met die collega. Dat betekent, als je een bericht deelt, dat die persoon het bericht ook gaat kunnen lezen en er ook op gaat kunnen reageren. Helemaal onderaan zie je nog de optie om bestanden toe te voegen. We vragen om dit enkel te gebruiken voor kleine bestandjes, zoals bijvoorbeeld een screenshot. Stel dat je in een bepaald programma vastloopt en je wilt even tonen hoe je scherm eruit ziet, dan kan dat perfect via deze weg. Maar alle formele documenten, die verstuur je via de functie documenten, nooit via een bericht. Vervolgens kun je klikken op afronden en dan is je bericht verstuurd. Hier zie je bovenaan in het groene balkje, je bericht is aangemaakt, betekent dat het bericht naar Agodi verstuurd is en je krijgt meteen het overzicht van je berichten te zien. Het bovenste bericht is het bericht dat het laatst verstuurd is, ofwel door jezelf ofwel door Agodi. Hoe raadpleeg je nu je berichten? Je ziet hier bovenaan dat er 3 mailboxen zijn. Mijn berichten, berichten gedeeld met mij en berichten van mijn instellingen. In mijn berichten vind je alle berichten die met Agodi gedeeld zijn door jezelf, die naar Agodi gestuurd zijn of van Agodi komen naar jou. In berichten gedeeld met mij, daar zie je de berichten die jouw collega's met jou deelden of bijvoorbeeld een bulkbericht dat vanuit Agodi werd verstuurd naar iedereen met bepaalde gebruikersrechten. In de berichten van mijn instellingen tot slot, daar zie je alle berichten die je via jouw gebruikersrechten mag zien. Dus het is eigenlijk de meeleesfunctie van berichtenfunctie. Bijvoorbeeld, de directeur die zal heel veel berichten hebben in berichten van mijn instellingen. Berichten die gestuurd zijn door schoolmedewerkers. Op berichten van mijn instellingen kun je niet reageren. Als je dat wel wil kunnen doen, dan moet je vragen aan de collega die het verstuurd heeft om het bericht expliciet met jou te delen. Om een bericht te openen, klik je op het berichtnummer links op je scherm. Eens geopend zie je bovenaan de tekst van je bericht, daaronder een aantal kenmerken van je bericht. En je kan ook je bericht hier nog achteraf delen met andere collega's. Als je een bericht wil beantwoorden, dan vragen we ook om dat in het bericht zelf te doen. En dan zie je hier maak bericht staan. Klik daarop om het bericht te beantwoorden. En als je een conversatie hebt met Agodi waarbij er veel heen en weer wordt gecommuniceerd, dan zie je onderaan in het onderste balkje de verdere communicatie of de eerdere communicatie die er met Agodi geweest is over dit thema. Tot slot geven we je nog een aantal tips mee voor het gebruik van berichten. Als je vaak met Agodi communiceert, dan raden we aan om mijn onderwijs dagelijks op te zetten, maar ook om attenderingen in te stellen, zodat je weet dat er een nieuw bericht is. Bijvoorbeeld een bericht dat gedeeld is met je, als je niet vaak gaat kijken in de berichtenbox gedeeld met mij. Binnen hetzelfde bericht
antwoordformulieren. Dat is ook een aanbeveling die we zouden willen meegeven. Dus geen nieuw bericht opstarten voor eenzelfde vraag. Omgekeerd, als je een volledig nieuwe vraag stelt, maak dan steeds wel een nieuw bericht aan. Je zult ook zien dat er een status is in de berichten. Dat is een status die bij Agodi is toegekend. Belangrijk daarbij is dat de status gesloten niet per se betekent dat je niets meer hoeft te doen. De status is gesloten voor Agodi, maar soms wordt er wel nog gevraagd om een extra zending te doen naar Agodi. Dus controleer dat altijd eventjes. We vragen ook om mijn onderwijs voor directies en administraties enkel voor schoolgebonden berichten te gebruiken en omgekeerd om mijn onderwijs voor personeel enkel voor je persoonlijk dossier te gebruiken. Als je met meerdere mensen op een dienst werkt, dan is het wel zinvol om standaard je berichten te delen. En het is ook zo dat het eerste aanspreekpunt voor personeelsleden ook nog altijd de eigen school blijft. Als je documenten verstuurt naar Agodi, dan hebben we graag dat dit opgesplitst is. Bijvoorbeeld als je voor een dienstreding van nieuwe personeelsleden de indienstredingsdocumenten opstuurt, dan vragen we om dat per stamboeknummer te doen. We willen je heel hard danken voor de aandacht en mocht je nog vragen hebben, dan mag je ons altijd contacteren. Via berichten uiteraard. Dankjewel. Dag. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.